Kees van der Meijden vertelt u graag over de veranderingen die hij heeft doorgevoerd om te komen tot een verlaging van het antibioticaverbruik op zijn bedrijf. Kees van der Meijden, varkenshouwer in Spoordonk, gemeente Oirschot. Ik ben getrouwd met Wilma, 3 kinderen, Iris, Tim en Bram. Ik heb een vermeerderingsbedrijf met 1000 zeugen, eigen aanvak en een paar afdelingen met mesvarkens voor proeven, voor de kwaliteit van onze eigen biggen. Ik ben begonnen met antibioticaverlaging in 2006 in verband met een uitstapje van het personeel. We zijn wezen waarschuwen met al het personeel. Op dat moment moest er eentje naar het ziekenhuis. Er werd MRSA geconstateerd. Het slechte was er nog mee dat die moeder ook borstkanker had van die jongen. En de MRSA en de borstkanker, dat gaan niet zo goed samen. Dus toen zijn wij wel achtergekomen dat we antibioticaverlaging moesten doen. Op dat moment ben ik met een bepaald aantal mensen in zee gegaan die mij daarmee konden helpen. Antibioticaverlaging, daar heb ik PorkQ mee ingeschakeld. Ik heb een eigen dierenarts die bij mij past ingeschakeld, veterinair Zomeren. Ik heb een eigen voerleverancier erbij gehaald die erbij paste. Met dit team zijn wij aan de slag gegaan om de antibioticaverlaging te gaan realiseren en ook mede de MRSA te verlagen. Nou, in 2006 hebben wij ons bedrijf verdeeld in 3 aparte compartimenten. De dragende zeugenstal, de kraamstal en de biggenstal. Daar hebben we een heel hoop protocols aan gehangen om het personeel duidelijk te maken hoe ze minder antibiotica kunnen gebruiken en moeten gebruiken. Hoe we met overlegbeleid en dergelijke hebben aangepakt. Zo zijn we stap voor stap naar minder antibiotica en stap voor stap naar minder MRSA. Ik zou zeggen, kom binnen, kijk in het bedrijf en dan ziet u het van eigens. De aanpak die hier is doorgevoerd is niet alleen een kwestie van binnenshuis de zaken op orde hebben. Het begint al buiten en dat heeft het bedrijf van Kees van der Meijden prima op orde. Hier geldt het motto buiten houden wat de gezondheid kan bedreigen. Het principe van schone vuile weg is van toepassing. Voerleveranties zijn gestructureerd en voldoen aan de vereiste hygiëneprotocollen. Kadavermanagement is hier op een dusdanig niveau gebracht dat de bedreiging tot een minimum beperkt blijft. Zowel materialen, hulpmiddelen als producten komen uitsluitend op het bedrijf via vastgestelde routes en procedures. Ongedierte is niet vergeten en wordt bij de bron aangepakt. Dat betekent allereerst en vooral veel aandacht voor bestrijding aan de buitenkant van het bedrijf. Daar is een gespecialiseerd bedrijf voor ingehuurd om de kwaliteit en regelmaat van bestrijding te waarborgen. Ook dierverplaatsingen zijn afgestemd met de transporteur en voldoen aan de kwaliteitseisen die het bedrijf stelt. Nadruk wordt eveneens gelegd op bezoekers die de stallen wensen te betreden. Ook hier worden eisen en gedragsregels opgelegd. Die moeten waarborgen dat ongewenste ziekteverwekkers geen toegang krijgen tot het bedrijf. Wij hebben een bedrijfsprotocol opgericht samen met personeel. Iedereen is hier van harte welkom. Mits je 24 uur varkensvrij bent en mits dat het uitzonderlijk nodig is, kom je het bedrijf binnen via de douche. Hoe strikt dit genomen wordt, blijkt wel uit het feit dat in het bedrijfsprotocol de hygiënesluis een verplichte oefening is. Niet alleen voor bezoekers, maar ook geldt deze regel voor het eigen personeel. Uitsluitend de stallen betreden als dat nodig is. Het reglement doornemen, douchen, bedrijfskleding en het ondertekenen van de presentielijst zijn enkele van de standaard onderdelen. Kortom, met de hygiënesluis de eerste hygiëneknip al gemaakt. Buiten houden wat buiten moet blijven. We hebben het bedrijf in 4 aparte compartimenten verdeeld om ziektes ter versleping of zo te voorkomen. We hebben de kraamstal, dat is blauwbons, de biggenstal is geel, de dragende zeugenstal en de dekstal is groen. De opfokstal is rood. Het bedrijf is in de loop van de jaren gegroeid en kreeg te maken met grotere afstanden. De noodzaak en behoefte aan persoonlijke hygiëne en hygiëne van klein materiaal op elke willekeurige plaats heeft een redelijk unieke oplossing opgeleverd. De mobiele hygiëne-unit. We zitten op dit moment in de kraamstal. We zitten hier met een mobiele keuken die wij meenemen met de weekgroep die aan het jongen is. De personeel altijd zuiver kunnen werken en zeker als ze biggen oppakken die net geboren zijn, dat ze ergens gewoon de handen kunnen wassen. De kraamafdeling is het kloppend hart van het bedrijf. En alles wat daar gebeurt moet in orde zijn. Hier zijn veel veranderingen doorgevoerd. Men is veel bewuster en selectiever omgegaan met de behandeling van tomen en individuele dieren. Naaldloos injecteren is geïntroduceerd. In nauwe samenwerking met PorkQ is het meng- en overlegbeleid aangepast. Dat is nu in kaart gebracht en geeft veel meer inzicht in oorzaak en gevolg. Daarbij is gebruik gemaakt van eenvoudige, maar vaak zeer doeltreffende hulpmiddelen. De kraamstal bestaat uit 3 verschillende werpweken: geel, blauw en rood. Bij elke werpweek blijven dezelfde materialen bij elkaar om te zorgen dat er geen dierziektes overgebracht worden in de verschillende leeftijdscategorieën. Op de deuren van de afdeling hangt nog kaartjes, een rode en een groene. Een groene betekent dat er niks aan de hand is in de afdeling. En een rood kaartje betekent dat je moet opletten in de afdeling dat er iets aan de hand is. Een van de veranderingen bij biggenbehandeling is de ommezwaai van behandeling met naald naar naaldloze behandelingen. Voorheen werden al strenge maatregelen genomen om kruisbesmetting bij biggenbehandeling te voorkomen. Zoals handschoenen per toom, desinfectie van de laars en krat per toom, ontsmetten en wisselen van castreermesjes en naalden per toom. Sinds kort is daar nog een stap verder in gezet door de ingebruikname van een multibehandelunit in combinatie met naaldloos spuiten. Dus geen naalden meer en straks ook geen behandelkratten en biggenverplaatsingen. Op dit moment worden de biggen nog niet in de kraamafdeling behandeld. In een volgend stadium zal dat wel gaan gebeuren. In samenwerking met PorQ is een systeem ontwikkeld om het mengen zoveel mogelijk te beperken. De gevolgen van het ongecontroleerd mengen kunnen ingrijpend zijn en consequenties hebben voor de hele werpweek en alles wat daarna komt. Daarom wordt mengen beperkt en vastgelegd volgens een weldoordacht registratie- en kleurensysteem. Structuur, registratie en het volgen van protocollen zijn onderdelen van het bedrijfsmanagement die zwaar wegen. Daarom heeft het bedrijf ook niet stilgezeten en alle handelingen vastgelegd in een draaiboek. Dit is het bedrijfsprotocol. Hier hangen nog meer protocollen. Die hebben wij gemaakt omdat er een paar fouten in de bedrijfswerkwijze zaten. Door zo'n protocol te maken zet je alle fouten op papier. Die kun je volgens allemaal elimineren of oplossen gewoon. Ook als er nieuw personeel is, die geef je zo'n boekje mee naar huis. Die kan dan rustig doorlezen en is meteen ingeleid in het bedrijf. Zo hebben wij bijvoorbeeld alle looplijnen door het bedrijf op papier gezet. Alle controlestappen. En iedereen die controleert nou de dieren op dezelfde manier, op dezelfde tijdstippen. En iedereen weet wat er is gebeurd en hoe dat is gebeurd. En dan werken we heel plezierig. En zo hebben we een hoop managementmaatregelen. Dus ook dat mensen geen fouten kunnen maken. Voor in de kraamstal hebben wij voor elke dag een lijst die ze mee kunnen nemen. Wat er moet gebeuren. Kunnen ze afvinken. Kunnen ze aangeven bijzonderheden. Of dat er een zieke zeug is. Uitval van de biggen. En dergelijke. Bij elk compartiment hebben we zo'n lijst, daglijst. Zo is ook de weekendoverdracht steeds makkelijker naar elkaar toe. Er kunnen minder fouten gemaakt worden en het bedrijf kan gewoon soepel door blijven lopen. Na de kraamafdeling worden de biggen verplaatst naar de gespeende biggenafdeling. Ook bij het spenen worden de looplijnen gerespecteerd. En zijn er eenvoudige, maar afdoende constructies bedacht. Kleuren maken duidelijk dat de biggen naar een andere hygiënezone gaan. waar kleding, materiaal en hulpmiddelen in dit geval geel zijn. Er is uitsluitend sprake van verplaatsing van biggen en niet van mensen en materialen. In deze afdeling zijn de biggen aangewezen op een hoge kwaliteit voer en drinkwater. Men probeert de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen om de big daarmee zo min mogelijk stress te bezorgen. Een van de onderdelen die veel aandacht heeft gekregen is het water. Onlangs hebben we de leidingen, het waterleiding onderzocht. Het kiemgetal was iets te hoog. Daarom hebben we besloten om de leidingen te reinigen met DioClean. Dat hebben we enkele weken gedaan. Nu zijn we gestopt en dan zijn we begonnen met zuur op het water doen. Het zuur doen we alleen maar op de afdelingen waar de kans op diarree het grootst is. En is vlak na het spelen en dan totdat ze het voer overschakelen gaat hebben. Dit bevalt ons eigenlijk heel goed. Dus daar hoeven we minder medicijnen te gebruiken. Op het bedrijf van Kees van der Meijden wordt het water periodiek gecontroleerd op ziektekiemen. Dit is vooral bij biggen van groot belang vanwege hun kwetsbaarheid. Dan dient de grootste volume nutriënt in orde te zijn en mag er zeker geen biofilm ontwikkeld worden waarin ziekteverwekkers zich kunnen huisvesten. Vooral bij medicatie een bekend risico. Dat de biggen niet zomaar de afdeling op worden gejaagd, blijkt uit het feit dat er wederom sprake is van een doordacht systeem van plaatsing, protocollen, registraties, slimmigheden en een heel gericht medicijngebruik, waarin de rol van dierenarts en coach Marina Schuttert onmiskenbaar is. Nou, dit is de afdelingskaart. Hier staat op hoeveel we wanneer hebben gespoten en met welk medicijn. We kunnen hier ook op terugkijken wat voor tomen het zijn. We hebben witte en rode tomen. De rode tomen zitten eigenlijk altijd aan de linkerkant vooraan. Het zijn de kleinste biggen en die controleer je als laatste, omdat ze vaak meer ziektes bij zich dragen dan gewone witte tomen. We spuiten met albipen. Dat medicijn gebruik je maar eens in de 2 dagen. Dus we gebruiken verschillende kleuren, zodat we weten op welke dag de big gespoten is. Dus we hebben rood en blauw voor de albipen. Daarnaast hebben we een groen voor oxyla en amokol. We hebben elke afdeling een stok hangen, zodat ze min mogelijk dierziektes verslepen. Want nu hoeven we niet in hokken te komen en kunnen we de biggen gewoon aantikken zonder het hok in te komen. Dit is de controlelijst. Hierop schrijven we alle aparte dingen die er in de biggenstal aan de hand zijn. Zoals waar er gevoerd moet worden, of er ergens ziektes zijn. Deze lijst die ligt hier altijd, zodat iedereen die hier komt meteen kan zien wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. In 2009 heeft Kees met zijn team voor een eigen opfokstal gekozen. Vanaf het spenen worden de dieren tot dekrijp in deze stal gehuisvest. Een investering die haar vruchten duidelijk begint af te werpen. De biggen worden vanaf het spenen hier ondergebracht. Vanaf 25 kilogram worden ze verplaatst naar de opfokafdelingen. Dit heeft opgeleverd dat de dieren vrij zijn van mycoplasma, PRRS, APP en circo. Dit is een plus voor de gezondheid van de zeugenstapel. Om na elke ronde een gedegen knip te maken in de kiemdruk is reiniging en ontsmetting onontbeerlijk. Niet zomaar spuiten met water, maar echt inweken met een inweekmiddel. Gevolgd door uitspuiten, drogen, ontsmetten en nog eens drogen. Ook die noodzaak heeft men zich gerealiseerd. En dat wordt nu ook consequent toegepast. Om dit proces zo makkelijk en efficiënt mogelijk te maken, heeft men ervoor gekozen om hier de juiste hulpmiddelen voor aan te schaffen. Ook in de keuze van materialen is nagedacht over hygiëne en de reinigbaarheid. Daarom is de keuze voor kunststofmaterialen ook logisch. Daar waar sprake is van ruwe of sterk absorberende materialen, wordt coating aangebracht. Deze zijn nu veel beter afgedicht en vormen geen bedreiging meer door ophoping van ziekteverwekkers. Ik ga nu de nageboortes en kadavers opruimen met een biologisch afbreekbare zak in de kadaverwagen. Die breng ik aan het einde van de dag breng ik die weg om besmettingsgevaar te voorkomen. Als laatste actie van de dag worden kadavers verplaatst naar de koeling en dan zit de dag voor die persoon erop. Men is zich terdege bewust van de gevaren van kadavers en kadaverafvoer. Nou, beste mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van de film. We hebben een stukje van de sluier opgelicht. Voor ons heeft hij in ieder geval heel veel opgeleverd. Buiten werkplezier hebben wij onze dierenartskosten verlaagd van €130 naar €30. En van die €30 is 16,9% antibiotica kosten. Wij zijn van een dagdierdosis van 120 naar 3 gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit bij heeft gedragen tot de continuïteit van ons bedrijf. Ik ben er trots op dat ik varkensboer ben. En mijn advies aan jullie is, ga ermee aan de slag en zorg dat we met z'n allen trots zijn op onze sector. Scherp zijn, geen steek laten vallen en continu mee bezig zijn. Ja, ik kom dan auto aan en denk, zal ik het worden?